Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de wereldketen die nu loslaat in negativiteit van 26 november 2019. Dank jullie wel allemaal voor jullie enthousiaste aanmelding. Opnieuw hebben zich honderden mensen zich opgegeven. En samen hebben jullie weer duizenden extra namen genoemd, waardoor we gewoon echt weer richting de 10.000 startpunten zijn gekomen om deze healing mee te beginnen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat er niet alleen wordt gewerkt aan negativiteit in jou, maar ook in de negativiteit in de wereld om jou heen. Er wordt gewerkt aan jou, maar ook aan die dierbaren door wie je misschien af en toe getriggerd wordt en in je emoties wordt gezet. Maar ook door nieuwsberichten waar je denkt van gadver wat vervelend, of dat je misschien meeleeft met bijvoorbeeld al die protesten van bijvoorbeeld de boeren, de bouw, de zorg, het onderwijs. Dat soort dingetjes, dat je daarin meeleeft en dat die mensen verdienen beter. En waarom moet het nu zo? Aan al dat soort zaken wordt gewerkt in deze dingen. Bijvoorbeeld ook overstromingen die bijvoorbeeld nu in Congo zijn, of aardbevingen in Albanië, of de bosbranden in Australië. Noem maar op met dat soort zaken. Wat er ook de afgelopen 2,5 maand heeft gespeeld in de wereld. Als jij daardoor bent geraakt emotioneel en dat je dus in negatief zin, dus dat je verdrietig bent, werd boos, gefrustreerd, je voelde je machteloos, je voelde je misschien wel moedeloos of je was misschien wel erg verdrietig of aangeslagen door bepaalde berichten in jouw directe omgeving of misschien iets verder af van je, dan wordt daar in deze healing aan gewerkt. En samen, juist doordat in deze healing is dat echt heel belangrijk, samen maken we verschil. Ik heb voor deze healing deze keer een hele simpele opbouw kunnen doen. En de foto daarvan doe ik lekker aan het eind van de video. Is wat overzichtelijker, dan hoeft dat niet tussendoor gedaan. Maar met veel, ik heb meerdere kristallen uit mijn huis gehaald. Wat grotere kristallen die symbool staan voor verschillende processen. Die ook staan voor de verschillende aspecten, verschillende gezichtspunten waaruit je aan handelt. En dat komt dus ook heel duidelijk terug in de healing en wat ik daarin heb mogen doen. Verder zitten er ook twee Boeddha's en Shiva's in, liggen er in de cirkel. En natuurlijk die vellen met al die honderden namen. Hoe ben ik nou de healing begonnen? Nou, mensen die me al langer kennen, die weten inmiddels en die vaker meedoen met healing, dat ik altijd begin met de healing cirkel te openen. Ik heb die cirkel opgebouwd, de namen liggen in de cirkel en dan ga ik het universum aanroepen. En in dat stuk bouw ik een veilige cirkel op, een veilige ruimte, zodat jij op een goede manier jouw processen kan doorlopen in de afstand, in de energie. En dat er aan jou gewerkt kan gaan worden en aan al die andere mensen die je ook hebt aangedragen. En de mensen die in de keten verder volgen. Ik nodig altijd het universum uit of die nog hulpbronnen heeft om aan de cirkel toe te voegen. Het kunnen dus engelen zijn, kunnen lichtmeesters zijn. Dat kunnen lichtwezens uit andere sterrenstelsels zijn. Het kunnen moeder aarde zijn die een bijdrage wil leveren. Maar maakt niet uit. Dat soort elementen krijgen de kans om erbij te komen. Of misschien wel gidsen, overledenen die een bijdrage willen leveren, die steun willen leveren. Die verzamelen zich dan met mij in de healingcirkel om ook vanuit hun energie een bijdrage te leveren. Zodat we samen kunnen werken naar dat mooie doel van loslaten negativiteit. En sinds een aantal maanden ben ik heel krachtig geworden met een bepaalde eigen energie die ik heb doorgekregen. En die zet ik dan ook neer als een soort van schild om de cirkel, die afschermende koepel. Zodat dit proces zorgeloos kan verlopen. Dat er geen invloeden kunnen zijn vanuit buitenaf die misschien je tegen in verweer willen gaan, juist omdat deze healing zo krachtig is. Dus die cirkel is ook juist de technieken die ik heb doorgekregen, ook weer vanuit allerlei hulpmiddelen vanuit het universum, is zeer krachtig en zeer uniek. En die helpt ons te beschermen en af te schermen. En dit keer was het echt super mooi dat ook tijdens de healing ook weer opnieuw energieën samenkwamen.
En nog weer extra mochten worden toegevoegd aan de cirkel. Eraan toegevoegd worden om het te versterken. Om de processen te doen. En het was echt super gaaf om dat mooi mee te mogen maken. Ik kijk iedere keer naar de grond, want daar ligt de cirkel. En dan helpt mij weer te vormen wat ik met je mag meedelen. Want ik heb dit keer geen notities gemaakt. Ik had gisteren al wel een update gegeven op Facebook. En daarin had ik ook al wel aangegeven dat er sprake was van tijdens het drummen dat ik ging doen met mijn shamanse healing drum, mijn gewijde healing drum. Dat we voorbij ons verhaal mochten gaan. We mochten voorbij de beperkende verhalen die ons vertellen gaan. En het kan als hele simpele verhalen zijn, die ik bijvoorbeeld heb met mijn huidige auto. Ik heb per se een hoge instapauto nodig, want alleen in die auto kan ik goed zitten. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend een ervaring gehad in een kleinere auto. Waarin ik ook de zitting toch best wel hoog zat en ik goed kon zitten en mijn houding goed was. Dat is zo'n voorbeeld van een heel simpel beperkend verhaal die je beperkt in je mogelijkheden. En dat soort verhalen heb je ook in andere situaties. Waar meer spanning zit, meer stress, meer emotie. Dat jij te veel in jouw ding blijft zitten, in jouw oude verhaal, in de patronen die je tot nu toe hebt gehad. Waardoor je niet in die nieuwe mogelijkheden kan stappen. En daar draaide echt een heel groot stuk van het drummen over. Ik heb echt heel lang mogen drummen. Van de delen van dat oude verhaal. En we gaan nu naar de nieuwe mogelijkheden. We gaan nu naar het zien van die nieuwe kansen. Nieuwe wegen. Nieuwe mogelijkheden. Echt die herhaling zat erin. En ook tijdens dat drummen kwamen ook zinnen naar voren die ik dacht, wat grappig, dat heb ik net met het signeren in mijn boeken van de week er ook overal in zitten schrijven. Laat je leiden, laat je inspireren. Die woorden komen op dit moment enorm veel terug in de energieën. En ook dat kwam ertussen. En laat je in die hele proces van het vinden van jouw nieuwe verhaal leiden door het universum. Wil niet alles zelf invullen. Ga niet alles zelf bepalen. Zo moet het. Blijf daar niet aan vasthouden alsjeblieft. Durf dat meer los te laten en over te laten. Kijk, wat voel ik vandaag? Ik ga die stap doen. Nou, Jan, bijvoorbeeld moeten we even pauzeren. Pauzeer, ook al snap je niet waarom. En ga dan weer verder op het moment dat je denkt, oh, nu is het moment weer verder te gaan. En je zal zien dat je dan veel meer gaat bereiken. En dat je dan juist gaat bereiken wat je al die tijd niet lukt, omdat je in je oude verhaal bleef zitten en in dat oude stukje. En nu staat dus de kans om naar nieuwe mogelijkheden door te groeien met meer gemak. Omdat deze healing je op dat vlak echt super, super, super intensief heeft gesteund. Ja, er gaan natuurlijk ook dingen over acties doorzetten, daadkracht, objectiviteit. Ook aan dat soort zaken is gewerkt, zodat je echt dat verhaal kan ontstaan en in je mogelijkheden stappen. In je licht, in je kracht. Heel duidelijk een rode draad. Daarna heb ik lange tijd op de mailtoon gespeeld. Dat is de blauwe muziekinstrument op de foto. En die bevat de chakra symbolen. En dus werkt die ook uit heel erg uitbalanceren van de chakra's rondom het thema van loslaten van je negatieve emotie. Wat is er mogelijk? En ook daarin, met dat spelen, kwam ook heel duidelijk weer bepaalde patronen naar boven. Bepaalde zienswijzen. Dat we dat los mogen laten. Het doet er niet toe aan welke het waren. Er waren een heleboel. Maar dat ik echt ook soms zat te spelen. En herhalen en herhalen en herhalen. En dat herhalen moest ik juist doen. Om te zorgen dat die nieuwe wegen een beetje ingeprent worden. Die nieuwe patronen. Dus niet alleen oude patronen verwijderd. Er zijn ook nieuwe patronen neergezet. De basis ervan. En die zijn ook al een beetje herhaald, want als je het herhaalt, dan wordt het steeds makkelijker om iets te doen. En daar draaide dat spelen op de mailtoon over. Nou, en aan het eind heb ik nog eerst op de klankschalen mogen zetten om alles wat nog negatief is, wat eventueel ook nog opgeruimd kon worden, dat weg te trillen vanuit die dingen. En dat mocht in totaal iets van 4 keer, dus vanuit de verschillende windrichtingen en verschillende invalshoeken die je kunt hebben op een situatie. En als laatste heb ik op een mooie speciale gongetje mogen slaan. 3 keer toe. En ook die trilling zette gewoon nog weer stukken in beweging. En dat is wat het is. Deze healing zet stukken in beweging. Verwacht geen wonderen dat nu alles bij toverslag is veranderd.
Weet je, het is door je intentie om te zeggen, ik wil werken aan negativiteit. Help die healing je zichtbaar te maken wat er mogelijk is voor jou. Het helpt je ook dingen boven te brengen, hè? Omhoog te brengen vanuit de diepte. Zodat je met meer gemak bij kan en dan de laatste stukken zelf kan doen. Een healing, mijn healingen kunnen tot 80% van jouw transformatiewerk overnemen. En ongeveer 20% zul je altijd zelf moeten doen. Omdat dat stuk leidt tot inzichten, tot aha-momenten. En dat je dan denkt, ga ik begrijpen waarom jouw leven zo heeft moeten lopen als het doet. En die aha-momenten kunnen helpen om jou tot ander gedrag ook toe te zetten. Maar dan die gedragingen die je echt bewust moet doen. Nogmaals, omdat het voor jou verhelderend werkt. Ah, en begrip werkt bij jezelf en dat je dat begrip ook kan overdragen naar anderen. Ik heb bijvoorbeeld ook een reactie van iemand terug gehad. Die al zei van, al voordat de healing begon, dat er allerlei negatieve dingen gebeurden. En heb pas achteraf zei van, nou haal me er alsjeblieft uit. Want toen was de healing al lang voor haar klaar. Met intenties is zo. Maakt niet uit op welk vak je zegt. Als je iets zegt, een bepaald doel. Dan maakt het universum zichtbaar voor jou waar jij jezelf saboteert of blokkeert. Waar de blokkades zitten. Dus als er dan in één keer dingen gebeuren, contrastmomenten noem ik dat, die zichtbaar maken wat er aan de hand is, dan is dat niet omdat jij om je tegen te werken of om je weer neer te halen. Maar dan is dat altijd om te zien, kijk, dit gebeurt er steeds. Zie je nou? Zie je het nou? En als je dat dan gaat zien, dan kun je daarop reageren en kun je daarop andere acties op loslaten. Waardoor je vanaf nu, vanaf dat moment, andere resultaten kunt gaan creëren. En dat is heel belangrijk om te weten. Ondanks dat healingen, ongeacht wie dat doet bij jou. Ondanks dat meditatie soms heel veel kunnen doen. En een heleboel belangrijke tools hebt die jou kunnen helpen in jouw pad van groei. Ze doen een stuk totdat waar jij het weer zelf moet doen, omdat het deel uitmaakt van jouw contract, jouw levenscontract en jouw levenslessen. Niemand kan en mag jouw levenslessen van je afnemen, want daardoor loop je het risico dat jij dit leven weer overnieuw moet doen. En voor de meeste van ons betekent dat weer een leven met enorm veel problematiek. Dat gun je niemand. Leer dus je lessen, neem eigenaarschap waar je dat kan. En durf je niet afhankelijk te stellen van anderen. Er zijn altijd meer mogelijk in de situatie waarin jij iets kan beïnvloeden. Door anders te doen, anders te denken, anders te kijken of anders te spreken. Waardoor je alweer iets in beweging zet naar jouw doel. Hou die grote visie in de gaten. En doordat ik je deze tips geef, komt er dit keer ook geen aparte reading bij de healing. Want in de cirkel lagen dit keer totaal geen kaarten. En dat is de allereerste keer dat dat zo is. Dat was niet nodig. Het is beeldend genoeg wat er aan de hand is. Kijk om je heen. Kijk naar je leven. Observeer. Wat gebeurt er nu echt? Als je puur naar de feiten kijkt. Wat zeggen de spiegels van jouw leven jou dan? En wat ga jij er dan mee doen? En met die woorden wil ik dit verslag afsluiten. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me bij me melden. Dan zal ik kijken wat ik voor je kan betekenen. En anders graag tot de volgende keer. Dankjewel.